Tussen Nijmegen-Noord en Slijk-Ewijk is sinds deze week de dijk afgesloten voor de komende 2 maanden. Er vindt voor de 3e keer in korte tijd een dijkverzwaring plaats. Onder andere een restaurant in Oosterhout ervaart hier hinder van. Deze laatste keer, het heeft natuurlijk al 2 keer dichtgezeten. En deze laatste keer is wel heel lastig, omdat net iedereen weer dacht, oh, de dijk is mooi open en nu is die weer dicht. En het zijn net de maanden dat het weer mooi weer is, dus dat we heel veel mensen weer op de dijk als passanten hebben. En die missen we nu. Dit kunnen ze niet doen zonder dat wij er hinder van hebben. Ze kunnen niet even snel een weg er langs opmaken, dat gaat niet. Dus ja, helaas, we zullen nog heel even moeten zitten. Maar daarna hebben we natuurlijk wel een hele mooie dijk. Eigenlijk hadden we dat alle verwacht. Gewoon grotendeels van de mensen die wij normaal gesproken verwachten, die kunnen nooit deze kant niet opkomen. En wij hebben natuurlijk ook wel een beetje nodig van dagjes mensen. Mensen die op de fiets komen, mensen die langskomen fietsen bij mooi weer. Ja, dan kun je verwachten dat het hier natuurlijk druk is. Maar ja, nu is het natuurlijk een grote afsluiting, waardoor mensen helemaal om moeten fietsen, lopen met de auto. Niet heel veel mensen hebben daar trek in als het wat minder weer is. Ik woon zelf hier in Nijmegen-Noord. En normaal gesproken is dit voor mij om naar werk te komen is ongeveer 10 minuutjes fietsen. Dan kan ik namelijk direct de dijk op. Is het 1 kilometer van 1,5, 2 over de dijk en dan ben ik er. Alleen nu door de dijkverzwaring moet ik helemaal omfietsen. Waardoor ik nu ongeveer 3 kwartier bezig ben met mijn fietsen. Ja, en dat is voor mij niet te doen. Ik kan niet eventjes snel naar werk komen als ze me nodig hebben. Ik zit momenteel op stage. Ik ben dan tot 5 uur bezig. Ik zou eventueel om 6 uur moeten beginnen. Dat red ik niet meer. Dus het levert mij heel veel hinder op in met gemak om voor mij te kunnen werken. Evelien Scholten zegt al eerdere dijkafsluitingen gehad te hebben aan beide kanten van de dijk. Eerst was de dijk afgesloten van Nijmegen tot Oosterhout en daarna van Oosterhout tot Wolveren. Het verzwaren van de dijk was hard nodig, maar zoals waterschap Rivierenland ook toegeeft, was de weginrichting nog niet duidelijk. Daardoor moet de dijk nu wederom tijdelijk afgesloten worden. We hebben toenertijd een tijdelijke asfaltbaan aangelegd, zodat wel de weg weer opengesteld kon worden, zodat mensen er wel weer gebruik van konden maken. En nu maken we eigenlijk de hele dijk helemaal af. Ja, nou, de wegafsluiting met omleidingsroutes zijn voor 2 maanden gecommuniceerd. Maar we hopen eigenlijk dat deze werkzaamheden eerder worden afgerond. Voor deze afsluiting is een omleidingsroute ingesteld. Zoals ook bij eerdere afsluitingen. Daar doorgaand verkeer is op dit dijkgedeelte ook niet mogelijk. Kijk, de afsluiting is niet alleen omdat wij daar het werk moeten uitvoeren, maar ook natuurlijk om de veiligheid te borgen. Het is gewoon onveilig om de dijkweg als bewoner te zijn, terwijl er ook gewoon met grote machines wordt gewerkt. En we hebben natuurlijk wel ook vroeg de afsluiting gecommuniceerd, onder andere door aankondigingen. En we hebben natuurlijk ook gewoon direct contact gehad met aanwonenden, ondernemers, ook met hulpdiensten en ook zoiets als bijvoorbeeld de afvalinzamingsdiensten. Zodat zij goed op de hoogte zijn van deze afsluiting.